Je kijkt weer naar een nieuwe HF Weekly, waarin ik je helemaal meeneem en bijpraten voor alles wat er speelt op en rondom Holland Festival. En dat doe ik nooit alleen, namelijk deze keer met Sef, theatermaker, artiest. Laten we eerst beginnen bij de voorstelling die jij hebt uitgekozen. Ja, Alfa. Dat vond ik gewoon een heel tof idee over een soort fanclub Alfa Romeo fans. Ja, ik hou ervan als iets zo'n hele afgebakend idee heeft. En Arte Verocai gaat spelen met het Metropoolorkest in het concertgebouw. Allemaal verschillende stijlen, zeg maar. Dus het is niet klassieke muziek, maar hij speelt het met een orkest. Samba en jazz en alles daartussenin. En dat vind ik heel vet. Ik vind zijn muziek heel tof. Hij is al best op leeftijd, maar hij is nog steeds super vooruitstrevend. Ja, dat wil ik gewoon graag meemaken. Deze voorstelling is wel leuk. Ik zit bij HF Jong. Dan krijg je korting als je onder 39 jaar bent. Maar jij hebt natuurlijk... Krijg ik dan ook korting? Ik ben 39. Jij krijgt sowieso korting. Dat wordt sowieso geregeld nu. Je hebt natuurlijk heel verschillend publiek, ook qua leeftijd. Hoe belangrijk is het om juist de jonkies naar theater en muziekvoorstellingen te krijgen, denk je? Het is heel belangrijk, want er gebeurt gewoon heel veel. Het is niet belangrijk omdat het anders verloren gaat. Maar het is vooral omdat er gewoon heel veel toffe dingen te zien zijn. En dat theater helemaal niet is wat mensen denken. Het is gewoon een plek. En daar kan van alles gebeuren. Is dat, denk je, het vooroordeel dat misschien veel mensen denken van oeh, dat is te ingewikkeld voor mij, dat is saai. Saai of ingewikkeld, of te highbrow of te pretentieus of zo. En dat bestaat ook volop, natuurlijk. Je bent natuurlijk maker, je doet ook wel regie ook van clips, maar natuurlijk ook je eigen voorstelling. Is dat iets waar je heel erg op let, hoe iets in elkaar zit? Ja, je hebt wel een soort van, hoe noem je dat, beroepsdeformatie. Als we thuis een film zitten te kijken en dan zeg ik, ja, dit is binnengefilmd. Dat is een autorit of zo. Iedereen zo. En dat is heel kut, want dat is helemaal niet leuk om te weten. Maar dat kan ik dan, als ik dat helemaal gezien heb, kan ik dat niet meer vergeten. Hou je thuis wel eens in dat je denkt, ik ga niet verklappen? Ja, heel vaak. Maar ik vind het gewoon heel tof om dingen te zien en het inspireert ook altijd. Ook als iets niet goed is of zo. Ja. Of als het niet mijn smaak is, dan haal ik er ook wel iets uit. Hey Sef, ik zie jou vast wel bij een van deze voorstellingen, denk ik. Hey, dankjewel. Graag gedaan.